Hier volgt een politiebericht. Afgelopen dinsdag is in een bos de 22-jarige Saga Bakman om het leven gebracht. De politie heeft een 22-jarige man, die daarvan wordt verdacht, aangehouden. Nu is de politie op zoek naar bewijsmateriaal. Zo wordt gezocht naar een groot mes dat door de verdachte gebruikt moet zijn en er ongeveer zo uitziet. Verder zoekt de politie een aantal kledingstukken die de verdachte tijdens het misdrijf aan had. Een hoodie, een sweatshirt met capuchon, en die kan mogelijk bebloed zijn... En een zwarte broek en een witte pet. Ook zoekt de politie een zwarte schoudertas. Waar deze spullen gebleven zijn, is niet duidelijk. Mogelijk is de verdachte vanaf de plaats van het misdrijf te voet naar station Oost of centraal station gevlucht, maar hij zou ook ergens in een auto gestapt kunnen zijn. Als u de spullen vindt, laat u ze dan liggen en bel onmiddellijk 0900 8844. 0900 8844.